Het was voor iedereen het beste dat dit zou gebeuren. Maar het zou die dag voor mij wel met een donker randje kleuren. De dag dat dokter Visser ernstig naar mijn vader keek en zei dat het wat hem betreft nu toch het beste leek dat mijn vadertje zijn autosleutel aan ons af zou geven. Wat voor mijn pa betekende dat er nu in zijn leven helaas alweer een grote deur voorgoed was dichtgegaan. En dat hij weer wat dichter bij zijn einde kwam te staan. En mijn vadertje die huilde. Hij huilde heel de dag. En pas weken later zag ik rond zijn lippen weer een lach. En het voelde even of ik medeplichtig was aan moord, omdat ik erbij was en het had gehoord. Een sleutel, het is een lullig stuk metaal, maar er is bij elke sleutel altijd een verhaal. Een sleutel, een gekarteld reepje staal. Het lijkt wel zo banaal en zo futiel, maar meestal is het ook een sleutel tot een ziel. Het is iets met je zelfrespect en zeker iets met vrijheid. En in één keer was mijn vader zomaar even allebei kwijt. Net als toen mijn ex de sleutel plotsklaps van me terugvroeg en de grote deur van onze woning voor me dichtsloeg. Er was hier overduidelijk een scherpe grens bereikt. En hoe je dit soort nare situaties ook bekijkt, sleutels blijven bij je van de wieg tot aan het graf. Sleutels bieden toegang en ze sluiten dingen af.